Hey, mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe livestream op Spooky 1611. Nogmaals, als jullie gisteren hebben gekeken, ik ben niet Spooky. Ik ben zijn lieftallige vriendin. Ik val vandaag ook nog even in, want helaas is Sander nog niet beter. Heel zielig. Dus jullie moeten het vandaag weer met mij doen. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Gisteren was ook geen drama. Dus vandaag zal ook geen drama zijn. Hoop ik tenminste natuurlijk. Dat is altijd maar weer de vraag. Maar laten we gewoon meteen lekker naar de game toe gaan. Ik ga deze avond weer Terraria spelen. Voor de mensen die er gisteren misschien bij waren. Ik ben gewoon een beetje de wereld gaan bekoekeloeren. Ik ben ergens in het midden in het donker ben ik gestopt. Zo te zien. Ik heb ergens een basis gemaakt. Of in ieder geval, ik ben begonnen met een basis maken hier, zoals je kan zien. Maar ik was even vergeten dat het donker was toen we afsloten. Dus ik moet het even doen met het donker hier. Maar dat kan ik wel. Gisteren in de livestream heb ik behoorlijk wat gemined. Kijk, ik kan wel even laten zien. Ik ben een beetje onder de grond op avontuur geweest. Maar daar kwamen we niet heel ver. Ik ben een paar keer dood gegaan ook. Erg jammer. Maar nu zijn we weer terug. Ik ben hier ook nog naar de zijkant toe geweest. Hier hebben we ook nog een beetje spul tegengekomen. Maar nog niet heel veel. Er wordt weer op mijn deur geklopt. Ik zal even open doen. Er zit een konijn vast in een gang die ik heb gecreëerd. Wat zielig. Arm beest. Ga weg. Er is dus ook op een gegeven moment op een avond, volgens mij iets van de 53ste nacht of zo, als ik het goed heb, is er een bloedmaan. En dan word je dus compleet aangevallen door alles en iedereen. Dus dat is super, super leuk. Super interessant. Not. Kijk ik niet naar uit. En je hebt van die avonden dat er ineens zo'n gigantisch oog. Weet je, van deze, die kleine vliegende oogjes die je hier ziet. Dan komt er ineens een hele grote. Nou ja, daar ben ik ook niet echt een held in. Want ik heb nog niet echt hele goede loot daarvoor. Maar ja, excusez-moi. We zullen zien wanneer die komt en hoe we daarmee dealen. Ik denk dat het verstandig is om ook in deze stream gewoon weer even wat te gaan looten. Mine eigenlijk. We moeten gewoon veel ores hebben waardoor we onze gear kunnen upgraden. Want mocht er wel zo'n aanval komen van zo'n boss, ja, dan wil je wel goed voorbereid zijn natuurlijk. Scheelt dat je geen hongerslevel hebt in deze game. Maar je moet wel goed op je health letten. Maar dat is best logisch, dacht ik zo. Maar ja, we moeten even kijken waar we nou het beste even naartoe kunnen. Want ja, ik heb nou niet het gevoel dat er hier onder mij echt heel veel zit of zo. We kunnen altijd even kijken of we dit een beetje dieper kunnen maken. Beam. Lekker beam. Ik zie wel dat hier in ieder geval. Nou, hup. Mag ik weer geen toortjes plaatsen? Hier zit in ieder geval goud. Nee, het is tin. Nou ja, oké. Ik dacht er zit goud hier onder mijn huis. Maar het is weer tin, helaas. Tin is niet zo goed, maar dat kun je ook wel verwachten. Maar ik ga wel gewoon even snel minen dan met. Maar daar zit ook nog meer oor. En daar aan de zijkant zit ook nog meer oor. Nou ja. Poep. Dan gaan we gewoon weer lekker onder de grond op avontuur. En dan zien we wel weer waar het schip strandt. En of we doodgaan überhaupt. Oh, hier zit iron. Nice. Dus iron glimt meer dan dat tin doet. Oké, weten we dat in ieder geval ook weer. Is ook altijd wel handig om te weten. Maar ook hier zit verder niet echt. Ik hoor wel water hieronder ergens. Misschien als ik doorgraaf. En ik hoor zombies. Ik denk dat
als we hier doorgraven dat we wel ergens uitkomen? Of is dat het water wat ik hier op de map zie? Dat is ook alweer. Dat zou ook kunnen. Nou, we moeten in ieder geval voldoende toortjes plaatsen, anders kunnen jullie ook niks zien. Zou ook jammer zijn. Ik kan het in principe nog wel redelijk zien, maar als ik zo op mijn, in mijn OBS kijk, dan is het nog wel redelijk donker. Even kijken ook hoor. Ik zal even checken of alles oké gaat. Ja, zo te zien gaat alles oké met de stream. Ik ben in ieder geval live. Dat is ook wel een ding. Als ik nou niet live was geweest, dan zit ik hier maar voor Jan Lul te praten. Maar ik ben er wel. Ja, ik denk... Oh kijk, hier zit een monster. Ik zie een monster. Hey lieverd. Hallo. Er zitten hier allemaal ogen. Ik heb geen zin in ogen. Kom dan. Demon eye. Ik kill je hoor. Kom dan. Ik kill jullie allemaal. Hoppa. En dood. Oh, maar hier zit allemaal water. Daar heb ik niks aan, want ik kan niet overleven in water. Verdiksels. Nou ja, dan gaan we de andere kant maar op. Misschien dat we er omheen kunnen graven. Dat zou wel fijn zijn. Want ik zie daaronder wel weer een grot. Maar dat kan ook weer de grot zijn waar ik al ben geweest. En dat denk ik wel. Hey Thomas, goedenavond. Hoe maakt u het? Nou ja, oké. Ik merk dus al wel dat we hier in principe niet heel veel kunnen. Dus ik denk dat het het beste is om maar gewoon... Oh! Om maar gewoon verder te gaan. Oh, parkouren is wel echt mijn beste vak, zoals je kan zien. Nou, jeetje Mina, hoe moeilijk kan het zijn, joh? Hoppa! Kijk, ik ben er doorheen. Wat zit hierboven dan? Waarom heb ik hier zo'n dingetje geplaatst? Ja, Donlino's. Gaat goed, alleen met mijn heup wat minder. Moet een MRI-scan maken. Oh jeetje, dat meen je niet. Dat is wel even heftig. Even kijken. Oh ja, hout heb ik nog genoeg. Oh ja, ik heb zelfs dynamiet. Dat was ik even vergeten. Throwing knives. Oké, ja. En potions. Ik heb ook een zoot met potions. Nou ja, ik denk dat het het beste is om gewoon maar naar rechts toe te gaan. Maar ik hoop dat het meevalt, Thomas. Waar heb je precies last van dan? Want dat andere, dat was met je been, toch? Ja, volgens mij met je been. Met je vorige blessure in ieder geval. Als ik het me goed... Auw! Als ik het me goed herinner. Nou, dan gaan we toch maar naar de desert, hè? Nee, was de heup... Oh, dat was je heup. Maar dat gaat dus nog niet echt beter. Wat een mooi water hier. Oh, maar die gieren, hè? Daar heb ik zo geen zin in. Die zijn zo vreselijk om te verslaan. Hou op. Laat me met rust. Laat me met rust. En in het zand zijn ook vreselijke wezens onder de grond. Maar ja. We moeten wat voor over hebben. Misschien vinden we hier wel wat leuke loot. Dat zou fijn zijn. Of gewoon weer een andere biome. Waar het nu wel op lijkt, half. Ook weer net niet. Maar we gaan gewoon even op avontuur. Oh, jee. Wel weer een normale biome. Oh nee, toch niet. Hier naast mij is alweer... Hier is alweer zand. Jammer hoor. Ik was heel even blij. Oh, ik denk waarom loopt mijn game vast? Maar ik zat vast achter een hobbeltje. Kom dan. Oh, er komt een jelly aan met een ballon. Kom dan.
lezen. Ik wil eigenlijk even op zoek gewoon naar een... Oh, schorpioenen. Nee. Geen schorpioenen. Schorpioenen en vogels. Oh, die schorpioenen die doen bijna niks. Rennen! Laat me met rust! Is een kist. Wat leuk. Hij ging dus allerlei testen doen. Bijvoorbeeld 10 testen. En ik valde in 8. Zei zonder twijfel, we gaan een MRI-scan doen. Wat kan van alles zijn. Tijd voor een kunstheup. Ik doe met je mee met de kunstheup. Kan ik ook wel gebruiken. Kunstlichaam. Nee, maar dat is wel vervelend, man. Ik hoop dat het meevalt. En dat het snel over kan gaan. Hoe gaan we hier even makkelijk omhoog? Gewoon zo. Maak... Oh. Val gewoon door de trap heen. Hoppatee. Ik neem toch even wat hout mee. Het hout is goed voor de ziel. We houden van hout. Dat... Laat maar. Dat klinkt best raar. Och, slijmpie. Nou, hier dan. Gaan we hier onder de grond? Of, ik wil graag onder de grond. Op een normale, leuke manier. Oh. Dit is wel een normale, leuke manier. Oeh. Oors! Och, het is weer tin. Heb ik zin om tin te harken? Nee. Ga ik tin harken? Nee. Oh, maar daar is wel... Daar is iron. Iron heb ik wel nodig. Maar ja, tin is gewoon een beetje useless. Ik hoop het ook, maar ja, er wordt in ieder geval goed onderzoek naar gedaan nu. Ja, dat is zeker waar. Dat is belangrijk ook. Weet je in ieder geval ook waar je aan toe bent en wat je er eventueel aan kan doen. Waar gaan we helemaal naartoe? Ik ben zo bang, hè, dat ik weer wat op mijn kop krijg straks. Net als de vorige keer. Dat was zo triest. Kom op. Kom op. Dikke trap. Hoppatee. Kan ik hier op staan? Ach, jammer. Oh, ik ben weer tin aan het harken. Ja, ik heb geen zin om tin te harken, hoor. Het spijt me zeer. Maar ja, wie wil er nou tin? Tin, tin. Oh! Dan ben ik weer gepoisoned. Kudding. Ja joh, het is goed met je. Laat me met rust. Misschien is het wat kleins. Ja, precies. Kapot met de dark trap. Het is wel een beetje donker hier. Oeh, maar er zit iets glimmends, blauws eronder. Dat is altijd leuk om te zien. Ik weet nog niet hoe ik... Ah! Ik ben dood. Hoe is het met jullie verder? Nou ja, dood. Nee, ja, we leven. Nog steeds niet helemaal fit. Maar, ja. Heb ik een potion die mij terug kan brengen naar de plek waar ik dood ben gegaan? Hou op, ik zie je wel aankomen, stomme slijm. Nee. Oké, nou ja, dan dump ik gewoon mijn spul maar weer in... In mijn huis en dan ga ik wel weer, ga ik wel weer opnieuw. Non de ju. Volgens mij heb ik ook een tweede kist. Ja, die heb ik hier in mijn inventory. En die plaats ik gewoon hiernaast. En dan kunnen we gewoon quick stack. Oh nee, deposit al, quick stack. Nou, dat maakt niet uit. Ik neem wel mijn hout mee. En ik neem ook mijn healing potions mee.
Een tin heb ik niet nodig. Granaten, ja, leuk. Waar is mijn dynamiet? Hier is mijn dynamiet. Die potions om naar huis toe te gaan, die heb ik. Mijn hout heb ik, mijn plankjes heb ik. Heb ik nog meer nodig? Can of worms. Goud, een hamer, nee. Een bottle. Misschien is een bottle wel handig. Mocht ik weer zo'n elf of zo'n vee tegenkomen. Ik heb wel 31 iron ore. Als ik nou eerst even die iron ga smelten. Dan heb ik er weer 10. En wat kunnen we daarmee maken? Even kijken, wat heb ik nu? Iron broodzwaard. Een iron pickaxe heb ik al. 5 melee, ja. Nee, sure. Daar kunnen we eigenlijk gewoon net niks mee dus. Ik kan er ook geen armor van maken of zo. Dat kost natuurlijk veel meer. Cooking pot, leuk. Nee, oké. Dan dump ik dat wel gewoon in mijn inventory. En dan... Of had ik hier ook nog iron? Ja, hier heb ik er nog 2. Maar ook tin en ook tungsten. Nou, oké. Dan gaan we weer helemaal daar naartoe lopen. Ik heb helaas geen snellere manier om daar naartoe te gaan. Dus doen we het gewoon op de oldschool manier met de benenwagen. Lekker met de benenwagen op pad. Moet toch iets? Hier, mushroom. Oh, wacht. Nu we nog... Wacht, ik gebruik gewoon deze. Ik wil nog even iets meenemen. Want als het goed is, heb ik een bamboestokje. En met die bamboestok, als ik die vasthoud... Oh nee, het is een blowpipe. Oké, nou ja. Weg is weer. Ja, niks aan de hand. Heeft 20 melee. Wil ik dan een boomerang mee? Nee, glowsticks zijn wel leuk trouwens. Glowsticks zijn wel leuk. Ah, hier nog meer bultels, joh. Waarom ook niet? Oké, nou. We gaan gewoon weer met de benenwagen. Zoals ik net ook zei. Nee, ik dacht dat ik dus zo'n bamboestokje had. En als je zo'n bamboestokje hebt, dan kun je die equippen. En dan kan je onder water kun je ademen, zolang je bamboestokje boven water is. Maar het was een blowpipe. Dus daar heb ik net niks aan. Maar ja, ik hoop gewoon dat waar we zijn... Ik bedoel, er zit wel zo'n... Och, die vieze krabdingen. Ja, ik hoop wel dat we leuke loot vinden hier. Want er zat dus wel zo'n boulder die mij dus heeft gekild zo net. En dat betekent wel dat er in ieder geval iets in de buurt is. Wat zegt mijn tv? Mijn tv die zegt geen video beschikbaar. Oké. Okay. Dan gaan we even uit, toch? Ik dacht, ik heb even leuk wat foto's op de achtergrond op mijn tv, maar mocht niet baten. Helaas. Mijn tv die gaat op standby blijkbaar na zoveel tijd zonder interactie. Ik hoor er een palsfeer op. Dat moet wel lukken, ja. Different game, babe. Different game. Deze heeft geld ingegeten. Het wordt donker, dus ik wil wel eigenlijk snel onder de grond zitten. Want anders dan heb ik al die wezens straks op mijn bakkes. Ja, dit is Pokémon, hoor. Hoppa, zie, we zijn alweer bij de ding. Kijk, zo net ben ik via de andere kant gegaan. Als ik nou hier via ga, heeft dat eigenlijk helemaal niks anders voor ons gedaan. En dat is oké. Okay. Daar ben ik dood gegaan. Ik zie gewoon... Daar ligt al mijn geld! Al mijn geld! En wat staat er? Sambin got murked by a boulder. 27 maart. Kun je die dingen dan niet weer oppakken? Welke dingen? Ja, dus. Oh, mijn geld. Ja. Dat kan.
Daarom moet je eigenlijk ook terug. Wat, er gloeit ook iets hier rechts, hier. Zit iets te gloeien. Maar ja, daarom wilde ik dus ook terug. Oh, wat zit hier te glimmen onder mij? Dat is fancy, dat wil ik hebben. Val ik wel in het water. Oh, sapphire. En wat hebben we hier dan? Emeralds! Wojo. Maar ja, veel te veel water en daar kan ik dus niks. Want ja, water is not breathable. Dus gaan we hier gewoon naar beneden. Kijken waar we dan uitkomen. Want het kan niet zo zijn dat deze cave hier doodloopt. I won't agree. Oké. Okay. Ofwel. Oh, als ik hier sta, ben ik weer in een andere biome. Woep, woep, cool. Nou ja, dan gaan we gewoon deze kant op. Hier zit... Nou heb ik mijn toorts weer gesloopt. Ik zie dus wel water hiernaast zitten. Oh, kijk eens. Wat hebben we hier? Weer een stukje lucht. Waar je gewoon helemaal niks aan hebt. Amazing. Amazing. Ja, ik weet niet wat daarboven zit. Of ik dat kan pakken, zeg maar. En of het het waard is om er naartoe te gaan. Denk het niet. Ik doe het gewoon niet. Doe het gewoon niet. Wim! Ach, kijk, daar zit nog meer een potje onder de grond. Oep. Hoppa, lekker in het donker. Potje. Yay, healing potions. Ik zou toch gewoon wel weer een keer wat tegen moeten komen. Hier zit ook een klein gaatje. Hebben we ook gewoon eigenlijk net niks aan. Maar ik vind het ook wel weer eng om recht naar beneden te graven, weet je wel? Hier zit weer tin, daar heb ik ook weer geen zin in. Waar zijn de goede oors? Waar zijn de goede oors? Huh, jij bent geen spooky. Wel, ik ben wel spooky. What do you mean? Ik ben heel spooky zelfs. Waarom moet ik aan Minecraft denken met het spel? Is het basically ook? Het is basically gewoon 2D Minecraft. Maar dan on steroids. Het is gewoon heel simpel. Heel relaxed. Oeh, daar moeten we heen. Daar wil ik heen. Oh. Ga ik straks weer dood? Ik ga straks weer dood, hè? Maar nee, inderdaad. Ik ben geen spooky. Die ligt helaas ziek op bed. Dus ik heb de stream overgenomen. Ik heb de stream gejat. Oeh, tungsten. Maar wat kunnen we daar dan mee? Wat kunnen we met tungsten? Maar ik wil naar die groene kamer. Ik moet en zal naar die groene kamer toe. Ik wil de groene loot. En tungsten. Ik wil ook tungsten. Give it to me. Je gaat zo in het niets. Dat is een early game ore which spawns in the underground and cavern layers as well on floating islands. Tungsten bars. Oh. En het is equivalent to
Zilver. Maar zilver is nog wel oké. Het is beter dan tin. En iron. Denk ik. In ieder geval in Minecraft is dat zo. En dankjewel voor het opzoeken, lieverd. Oh, wat een leuke dingen allemaal daaronder. Ik wil daar naartoe. Maar eerst gaan we naar boven om vervolgens naar beneden te gaan. Maar ik krijg waarschijnlijk straks weer zo'n boulder op mijn hasses. Op mijn hoofd, bedoel ik. Ik heb geen hasses. Wat zit hier? Hieronder zit weer een gat. Leuk. Met meer tungsten. Spannend. Oh ja, daar hebben we van die vieze klauwen. Klauwwezens. Ah! Niet in de buurt komen van mij. Dan heb ik toch liever de Jim de aardworm. Maar die zit niet in deze biome, volgens mij. Slechtste is koper en tin. Ja, precies. Dacht ik al. Iron en lead. Lood. Lead. Lead, lood. Silver en tungsten, gold en platinum. Oh ja. Ik heb al een paar gold. Etcetera, etcetera. Ja, net als in Pokémon. Maar dan begin je met geel en rood en blauw. Lijkt erop. Ik ben een beetje bang. Ik weet niet meer hoe. Ik krijg deze kippenvelrilling. Ik ben zo bang dat ik ineens weer iets op mijn bakkes krijg. Of dat er iets vanuit het donker ineens mij komt aanvallen hier. Meteorite. Oh ja, een hellstone. Ja, maar dat is allemaal... Dat vind je allemaal in de hel. Ah! Ah! Man-eater! Maar ik ben een woman! Ga weg, woman-eater! Ah! Zie, daar hou ik dus niet van. Kom dan. Kom dan. Ik hak je. Hier. Ik hak je. Vind je dat in Den Helder? Denk het wel. Ja. In de hel, zei ik. De hel. Is hij een man-eater? Durf dan niet langs, man. Vies wezen. Ah! Kom op, snel, snel, snel. Snel, snel. Dat kan hij maar niet pakken. Ah! Toch wel! Modderf. Kom dan. Die zijn veel te sterk voor mij. Ik gebruik deze wel. Kom hier. Hij doet mij zoveel damage. Wajo. Kom dan. En dit is er maar één. Soms heb je echt een leger van die wezens. Dit is nog niet de biome waar ik hoor te zijn op dit level. Kom dan. Ik ben gewoon een geautomatiseerde motor. Vaak zijn motors trouwens geautomatiseerd, maar maakt niet uit. Kom dan, aardworm. Nee, man-eater. Ah! Ik heb je bijna dood. Kom op, zeg. Kom uit de grond. Ja, ja, ja. Ha! Loser. Wauw. Increases melee speed. Enables auto-swing for melee weapons. Oh, let's go. Ik heb klauwen. Sneller. Nee, oké, dat was dat. Wat was hier beneden? Heb ik nog niet echt naar gekeken, hè? Hier, bommetje. Bommetje! Zolang ik niet ineens in een wespennest zit, want dat heb je ook. Van die websenepsten. Gast. Laat me met rust. Slijmboos.
Och, zit weer een man-eater, hoor. Oh, iets viel mij aan vanuit de grond. Was het een man-eater? Blaas er doorheen. Yay, water weg. Ja, ik heb glowsticks. Als ik nou gewoon een glowstick ga gooien die kant op. Oké, nice. En daar. En ik heb een boog. Oh, ik had een boog. Die heb ik niet meegenomen. Dat is niet slim van mij. Ik heb wel shurikens. Dat is handig. I guess. Daar heb ik echt niks. Nee, nou ja. Hey, man-eater. Oké. Nou, dat ging ook geheel volgens plan. Heb je Spooky ontvoerd? Sst, hoeft niet iedereen te weten. Ik heb hem ontvoerd. En in zijn eigen huis gelaten. Kan ik hier naar boven? Zou leuk zijn in principe. Nee, ik zei het net ook al. Spooky ligt ziek op bed, helaas. Dus ik ben er vandaag. En gisteren. Wat is dit? Jungle Torch. Ja, ja. Maar ze kunnen die Spooky toch niet zien, want hij is Spooky. Precies. Too Spooky for you! Kom dan. Fucking. Vies wezen. Getsy Derry. Maar ja, waar die vandaan komen. Betekent dus. Kan ik ook gewoon op die vines klimmen of zo? Nee, hè? Dat betekent dus dat daar een opening zit. Dus als ik nou gewoon die kant op ga, waar die man-eter vandaan kwam. Volgens mij in een of andere jungle. Ik ben in ieder geval in een biome, of onder een biome waar ik nog niet ben geweest. Ja, zie, kijk, hier hebben we weer een gaatje. Precies zoals ik had voorspeld. Wauw. Wat useful. Maar ik heb nu dus dit opgeblazen. En ik zie daar piranha's. Weet niet, kan ik dat water nog lager krijgen? Denk het niet. Ik probeer het gewoon. Bim. Ik weet niet wat er zit, maar ik kill wel iets in ieder geval. Ja, nee, oké. Ja, dat is dus allemaal water. En ik heb nou niet echt sponsen of zo om dat allemaal weg te werken. Dus dat is een beetje jammer. En nou zit ik hier vast en dan krijg ik zo'n slijmpje in mijn rug. Als het goed is, zou ik hier wel gewoon weer makkelijk naar boven kunnen. Trrr. Wat heb ik dat goed gemined allemaal? Ik ben echt een pro. Pro miner. Oh. Ik kan alleen niet goed parcouren. Dus, ik ga even weer van die houtjes maken. Wat is dit dan? Mahoney platform. Drrr. Net een mitrailleur. Kijk, ik ga hier gewoon even zo. Ik hoor een aardworm. Ik hoor een aardworm! Aardworm! Be gone, earthworm! Even op. Leave me alone, Jim. Earthworm Jim. Nou, mooie trap ook weer, Robin. Het is ja vreselijk. Wow, dacht even dat mijn PC vastliep. Kreeg een halve hartverzakking.
Het spijt me. Het was Jim. Jim kwam even koekeloeren. Levensgevaarlijk, joh, die wormen. Hier, mooie brug omhoog. Nou, dan gaan we even kijken wat hier boven dan gaande is. Aangezien het onder een jungle biome is. Ja, onder. Oud. Dan zal dat hierboven ook wel zo zijn. Houd toch een keer op met dat gespring. Hier zit een eekhoorn vast in een puddel. Nee! Oeps. Wow! Wow! Dat was een snelle... snelle slimebee. Kom dan. Die is een stuk sterker ook. Ja, dat is zo'n jungle slime. Er zit een konijn vast in de boom. Kom maar. Deze wilde ik echt redden. Ik zweer het. Hebben we ook iets bovenin de boom? Hebben we niks bovenin de boom? Ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik hack gewoon mezelf. Nee, oké. Nou ja, laten we dan maar gewoon weer naar beneden gaan. Je hebt dus ook van die eilanden boven in de lucht. Sky Islands. En daar dus heb je ook weer rare wezens. Hier zit een... Oh, Robin. Hier zit een kist. Samen met een bloemetje. Onder de grond. Laten we de kist even pakken. Daar zit een radar in. Nice. En waar... Wat kan ik daarmee? Social slot. Maar ik zit vol. Ach, dan maar minder movement speed. Ja. Ja, maakt niet uit. Die radar die vertelt je... of er enemies nearby zijn. Nou, dat is soms wel handig. Niet altijd. Oh, kijk nou. Leuk. Maar er zal wel weer een trap zitten. Want dat doen ze vaker. Ga ik dood? Of ga ik niet dood? Wat zit er boven? Oh my god. Een living woodwand. En... Wow, die plaatst bomen. En die andere die plaatst... Wat is dit? Waarom ziet dat er zo cool uit? De ene plaatst bomen en de andere die plaatst bladeren. Dus dan kan ik mijn eigen boomhut maken. Dat is amazing. Ik kan mij niet vertellen dat dat niet amazing is. Hier is het donker. Ja, daarboven daar zit dus allemaal water. Een piranha en zo. En een toucan. Wat leuk. Toucan. Maar we gaan gewoon lekker verder naar beneden. Kijken waar we... Ah. Kijken waar we uitkomen. 3 enemies nearby. Ja, maar waar dan? Ik zit in een gang. Oh, bijna, hè? Ik trapte er bijna in. Except, I didn't. Laten we even een stukje naar beneden gooien. Oké, dat is niet heel diep. En ik ben nu in de gang die bijna aansluit met de gang waar ik zo net in was. Echt, die bruggen van mij, dat is ongelooflijk. Oh nee, dit is wel even... Dit is nog wel even een andere koek. Dit is een very different cookie. Plop.
Zullen we gewoon naar... Hallo? Hey, waar is mijn... mijn hele camera is nog niet eens ingeladen, jongens. Wacht even hoor. Ik moet even... waarom doet mijn webcam het nou niet? Kom op. Je kan het. Lievert, help mij! Telt nog als dezelfde stream. Ja, maar dan moet wel mijn webcam het ook doen. Waar is mijn webcam naartoe? Wacht, wat nou als ik... Ja, webcam weg. Ja, ik weet het. Ik gooi hem even helemaal weg. En dan voeg ik hem weer toe. En dan doe ik die. Oh, hij herkent mijn hele... Ik ben te snel geweest, denk ik. Nee, maar hij herkent mijn hele... Hoe heet het niet? Mijn hele webcam niet. Dus dat is een beetje frappant. En niet weggooien. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Misschien heb ik dat al gedaan. Het is niet aangesloten. Jawel, want de lampjes branden. De reden van de bluescreen was drivers. Adam Driver was de reden van mijn bluescreen. Maar geef me heel even. Ik doe hem wel even in en uitpluggen. Nou, kan niet. Ik weet niet welk USB van mijn ding is. Nou ja, maar hij pakt de game ook niet. Ik heb de game aan. Oh ja, hij pakt de game nu wel. Kijk, dat is fijn. Ja, nou ja, dan moeten jullie maar even leuk naar de game kijken. Terwijl ik even dit probeer te fixen. Da-da. Plug and play. Och! Nou, welkom bij de... Lieverd, ik heb het verpest. Ja. Hallo. Daar ben ik. Och ja, ik weet niet of hij is opgeslagen.
denk het wel. Ja, ik moet even dat ding nu aanpassen. Ik weet niet hoe. Dus dat is echt... Kan ik mezelf slepen? Mag ik mezelf slepen? Moet ik hierachter? Nee, ik moet ervoor. Ik moet ervoor. Ik hoop niet dat je de oude hebt verwijderd. Misschien wel. Nou ja, anders gaan we gewoon zonder webcam verder hoor. Kan ik niet gewoon mezelf even terugzetten nu in de scaling? Zou toch wel moeten kunnen? Denk ik. Nou ja, ik was in ieder geval op tijd terug. Nee, kan ik niet slepen. Bam, nou ben ik full screen. Maar ik moet mezelf kleiner maken. Maar ik weet niet hoe ik mezelf aanpas. Daar ben ik even aan het uitzoeken. Och ja, nee, ik wil gewoon de sleep. Waarom ben ik zo groot? Ik wil niet zo groot zijn. Ik kan het wel fixen als ik gewoon weet hoe ik dat moet verslepen. Dan kan ik mezelf er wel weer achter gooien en zo. Maar ik wil niet fullscreen op je beeld staan. Dus dat is even een dingetje. Oh. Geef me een momentje. Nee, mijn hele Windows is gewoon fucked. Letterlijk alles. Mijn hele computer is kapot. Ik ben gewoon veel te snel geweest weer. Veel te snel. Ik kan mijn computer niet aan zo snel opstarten. Ho, ho, ho. Ik doe het alweer anders. Je kan proberen, lieverd. Ik heb even hulp ingeschakeld van mijn lieverd. Oh ja, ik moet nog dingen doen. Oh. Hey, ik ben helemaal in paniek nu. Nou ja, nee, het valt nog mee hoor, met hoe erg ik in paniek ben. Maar, hoe was jullie dag? Ik hoop dat jullie een goede dag hebben gehad. Wow! Ik heb vandaag toch nog vrij gehad van werk. Dus ik ben nog een dagje extra vrij geweest. Ik ga morgen weer lekker aan het werk. Als het lukt. Sportarts geweest, de nakamer opgeruimd, dus helemaal top.
Lekker hoor. Lekker. Ik heb de hele dag gewoon op de bank gelegen, to be honest. Bibidipiew. Yes, thank you, baby. Thank you. Alsnog is mijn hele Windows kapot, maar... Nou ja, we zien wel hoe ver we komen. En als we weer een bluescreen krijgen... Nou ja. Dan weet ik het niet. Je kon gewoon refreshen. Ja, maar dat weet ik toch niet, lieverd. Ik ben geen pro-streamer. Ik moet wel even ondertussen... mijn dingen weer goed zetten. Want ik heb er nou geen chat bij. Dus die moet ik er even bij toveren weer. Want die is natuurlijk ook afgesloten. Maar mijn browser die is even helemaal aan de andere kant van de planeet, zo te zien. Oké, okay, dat is beter. Zo. En de chat is er ook weer. Dus niet zomaar deleten. Ja, maar ik dacht dat je zei van hij moet weg. Dat is wat ik dacht. Maar is goed. Ik zal niet meer zomaar alles deleten. Spijt me. Oh, nou ben ik weer alsnog helemaal hier. Maar hij heeft dit... Oh nee, hij heeft niet alles opgeslagen. Hey, ik zie je. Ja, hij heeft niet alles opgeslagen, helaas. Maar, nou ja. Dan niet, hè? Dan maar niet. Heb ik nog wel al mijn loot dan? Ho, ho, ho. Nee. Ik heb mijn radar niet. Ach, nou ja. Weet je. Je krijgt niet altijd een tweede kans om dingen over te doen. Hoppa, 11. Maar ik had ook iron. Hoppa. Even kijken. Deze heeft fast speed. 50% pickaxe power. Waarom maar 50%? Very weak. Very fast speed. Fast speed. Of kan ik beter een zwaard doen? 14 melee. Dat is best wel veel. 12 melee. 10 melee. Weet je, ik ga gewoon een zwaard maken. Wat kan mij ook allemaal schelen? Maak gewoon een zwaard. Nou ja, welkom terug in ieder geval. Ik ben er weer. Terug van weg geweest. Oh, maar ik had ook goud gemined. Dat ben ik nou wel kwijt, denk ik. Of zit dat in die andere kist? Ja, nee, dat ben ik wel kwijt. Hier heb ik nog wat goud. 3 goud. Oh, jippie. 3 goud. Een kiln. Wat is een kiln? Een iron helmet. Mijn helm nu heeft 2. Oh, die heeft ook 2 defense. Wat als ik een chestplate maak? En voeten. Heb ik in ieder geval betere... Waar heb ik nou weer tin? Ach, nou ja. Tin is beter dan niks. Zo is het dan ook wel weer. Volgens mij, als ik het goed heb begrepen, kan ik nu, als ik hier... Dat werkt niet. Als ik hier aan de bovenkant het openmaak en ik gooi er een extra verdieping bovenop, komt er volgens mij een nieuw mannetje. Die dan hier kan wonen. Als ik het goed heb, hoor. Of die kan ik hier laten wonen als hij hier pas is. Er zit een hoek in mijn huis. Nog geen hoek in mijn huis. Weg. Maar dan moet ik eerst weer naar de crafting table. En dan moet ik de achtergrond maken van mijn huis. Brrr. Dat is in ieder geval genoeg. Hoop ik.
En als ik hier nou ook weer een tafel en een stoel neerzet, nou, komt het er weer bovenuit. Dan denk ik dat er nieuwe mannetjes en vrouwtjes hier komen. Dus dat ga ik gewoon doen. En ik zet hier ook een crafting table neer, want anders dan moet ik elke keer weer een verdieping naar beneden lopen. En daar heb ik al helemaal geen zin in. Dus ik koop gewoon een tafel en ik koop gewoon een stoel. Of koop, die creëer ik natuurlijk. En die zet ik hier gewoon neer. Zo. En mochten er dan nieuwe bewoners komen, kunnen ze hier gewoon lekker wonen. Is dat niet handig? Is dat niet handig? Ja. Ik denk dat ik maar gewoon, want ik ben hier natuurlijk. Ah, kijk eens! Edmund the Merchant. Hey Edmund. Engaged. Edmund heeft de mining helm en ik wil heel graag de mining helm hebben. Dus die ga ik gewoon kopen. En die kan als het goed is hier. Of heb ik hem nou verkeerd om? Nee, oké, die kan niet daar. Die moet dan daar. Maar ja, Edmund the Merchant. En hij heeft de piggy bank. Piggy bank is ook heel handig. Dus die ga ik ook gewoon kopen. Wat is dit dan? Teleport. Damn, dat is handig. Voor de rest is het een beetje useless wat hij verkoopt. Maar hij kan nu wel hier wonen. Dus wat ik nou ook kan doen, is gewoon meteen nog een verdieping erboven plaatsen. Zodat ik Trina de Wina bij mij kan hebben wonen. Trina de Wina. Is allemaal een optie. Even kijken hoor. Ik moest even koekeloeren naar van alles en nog wat. Ja, weet je, ik ga dat gewoon doen. Ik ga hier gewoon nog meteen een bovenverdieping op gooien. Hey, merchantman. Dit is wel je huis nu, hè? Dus wel in de buurt blijven. Edmund. Ik ben niet zo slim. En dat is oké. Okay. Met die piggy. Oh, verrimpel. Die piggy bank die kan ik dus gewoon plaatsen. En daar kan ik gewoon letterlijk mijn geld in opsparen. Zodat ik niet constant met al dat geld in mijn zakken loop. Dus als ik doodga, dan verlies ik niet zoveel. Dat is wel echt zeer OP. Is dit nou allemaal gefixt? Nice. Edmund the Merchant. Oh, die is lekker aan het praten met Seth. En wat doen we dan? Een crafting table. Crafting table. En wat doen we dan nog meer? Een tafel. En een stoel. En misschien krijgen we dan gewoon meteen nieuwe buren. Echt een toren. Ja, ziek hè? Dat is gewoon de leef. En nou kan ik de piggy bank hier gewoon op tafel zetten. En daar kan ik nu deposit all. Geld moet erin. Geld. De spooky toren. Kijk, Abigail de nurse is er. Abigail. Wat verkoop jij? Oh. Die hield alleen maar. Nou ja, wat we dan kunnen doen is, ik heb vast wel dirt, ja. Oké, nice. Dat was leuk.
Maak je het gewoon even recht dan of zo. Opvullen met dirt. Nice. En mijn grafsteen die mag ook wel aan de kant. Zo. En je raadt het al wat er nu gaat gebeuren. Kijk, alsjeblieft. Nou kan jij lekker daar blijven. We gaan uitbreiden. Want dan kunnen we nog meer bewoners krijgen. En ja, ik weet dat ik de deur nog goed moet zetten. I know. Oh. Ik doe dit nog zo gestroomlijnd en nog loop ik mis. Hey Marlon, dankjewel voor de resub op het kanaal. 72 maanden. Is dit 6 jaar? Holy moly. Dat is echt lang, man. Love it. Dankjewel voor de aanhoudende support op het kanaal. Dat wordt zeker gewaardeerd. Nou kan deze deur hier weg natuurlijk. Er is een gat achter de deur. Ja, love. Love, love, love. Dankjewel voor het supporten van mijn lieve vriendje. Die helaas momenteel ziek op bed ligt. Daarom ben ik er vandaag. Al een weekje is hij ziek. Is dit vanilla of modded? Dit is gewoon vanilla. Gewoon vanille. Ik doe niet aan. Wie is hier dood gegaan? Oh, ik. Gisteren. Ik ben hier gisteren dood gegaan. Wat moet ik nou met al die grafstenen dan? Ga even weg. Die heb ik niet nodig in mijn inventory. En nou plaats ik hier ook gewoon een tafel en een stoel. En een kampvuur. Kampvuur is ook wel handig. En een crafting table. Gewoon crafting table. Hier. En een kampvuur. Gewoon voor de sier. Hier, zo. Leuk. En nou hoop ik dat er gewoon nog iemand komt. Maar misschien moet ik er ook wel gewoon weer een compleet nieuwe verdieping voor maken. Maar dat zien we dan wel. Het wordt alweer bijna donker, dus dat is een beetje jammer. Of we moeten... het kan ook zijn dat er... Dat ik hier ook alsnog een deur wil plaatsen. Want dan heeft hij zijn eigen kamer. Dat kan, want die openen toch gewoon automatisch voor mij. Hallo Stray Jack! Kut. Groetjes vanuit Wolfhampshire. Leuk. Leuk. Groetjes uit Groningen. Nederland. Nou ja, hij heeft nu een nieuwe kamer. Dus kom maar door wie er bij mij in huis wil wonen. Ik heb er al 3 in ieder geval. Daar kom ik een heel einde mee. Maar ik moet er wel echt weer spul gaan dumpen in mijn kist, hoor. Quickstack. Dolber the Demolitionist has arrived. Quickstack. Hallo, Dolber the Demolitionist. Wat heb jij te koop? Granaten, bommen en dynamiet. Amazing. Nou... Dat is ook niet wie ik wil. Geef mij gewoon de magische man. De wizard. Ik wil de wizard. Als die bestaat. Volgens mij bestaat die. Ik heb mezelf opgesloten.
Nu niet meer. Gaan we hier ook gewoon een toren bouwen? Want ja. Ik kan nooit genoeg torens hebben. Nooit genoeg verdiepingen. Dan weet ik niet hoe ze allemaal op hun, in hun kamer komen, maar sure. Kunnen vast wel springen, toch? Word nou gek van het geluid van die deuren. Ik heb er spijt van. Vreselijk. Tuk-tuk. Crafting table. Maar die kan ik nou alleen niet lekker symmetrisch plaatsen hier. Dus die plaats ik hier wel. Met de torches. Daar. En daar. En dan bouwen we een tafel en een stoel. Op de hoop dat we visite krijgen van een magier. Hou op met die deur, man. Blijf gewoon binnen. Heb je de wall of flash al verslagen? Oh. Nee. Ik ben gisteren pas begonnen. Dus ik heb nog helemaal niks verslagen. Ja, ik wil gewoon ja, een ander magisch persoon. Ik heb ook niet mijn hamer bij me, anders kon ik even deze dingetjes hier slopen. Blijf gewoon binnen, luidjes. Stop met lopen. In mijn huis. Vreselijk. Ja, ik heb alleen daar uitsteeksels. Zo. Nice. Ik wil eigenlijk even wat sterren halen. Het is nu nacht, maar het is echt verdacht rustig in de nacht. Het is halve maan. Oh. Kijk eens. Zombies. Maar ik wil sterren. Geef me sterren. Geef me sterren! Waar zijn alle enemies? Hier komt zo'n rot oog aan. Rar. Sterf. Rar. Ik heb meer sterren nodig. Ja, ik wil gewoon iemand die mij dingen kan geven voor mijn mana. Leuke wizard stuff. Kijk nou, daar zitten ze allemaal hoor. Wat schattig. Of zijn dit gewoon de vier basics die ik krijg en verder, verder krijg ik pas na het verslaan van bosses. Dat kan natuurlijk ook. I don't know. Tjoek tjoek! Gewoon Robin 1611. Tjoek tjoek, hallo! Hoeveel sterren heb ik nou nodig voor één mana ster? Wel sterren in een flesje maken. Heb ik vier sterren nodig? Het zal wel dan. Oh, sorry konijn. Bijna 4 dagen weekend. Lekker hoor, Martje. Lekker. Ik begin morgen weer met werken. Burn! En dan moet ik... donderdag, vrijdag en zaterdag werken. Want zondag ben ik
vrij. Heb ik vrij gekregen. Als je mana-related dingen wil, moet je inderdaad de wizard hebben. Ah. Goedenavond, Storm. Dankjewel voor de resub. Je prime sub. Wordt gewaardeerd. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Morgen een dagje strand. Ja, je bent niet goed. Waarom zou je naar het strand... Oh, hier liggen sterren. Sterren! Sterren in mijn hart, sterren in mijn ziel. Sterren! Waarom zou je een dagje naar het strand gaan? Liefde in de chat. Oh, je moet naar Scheveningen. Nee, oké, dan is het goed. Dan mag het. Anders is het nog net even iets te vroeg. Volgens mij als je 5 of 10 van een stars... Ja, ik denk 5 dan. Dus ik zou nu in principe 1 kunnen maken. Maar daar heb ik alsnog een crafting table voor nodig, denk ik. Nee, niet. Hier. Ja, 5 sterren heb je dus nodig. Wee! Nou, hier weer 2. Man, ik ben straks helemaal voorzien. Hier, nog 1. Hier, Roman. Waarom is het dan bij mij zo... Geef me die ster voordat de zon opkomt. Sunbin has defeated the 50th zombie. Oh god. Nou ja, dan hoop ik niet dat ik binnenkort de bloedmaan heb. Op de hoeveelste nacht dan ook. Oh, oh, oh. Hier sneeuwt het. Wat leuk. Dan heb ik dus gewoon weer 3 sterren. Maar die... Oh, hier. 4. Yay. 5. Holy smokes. Hier, bouw even een trapje of zo. Yay. 5. Kan ik nu snel een maken voordat... Het oog bij me komt. Hoppa! Lekker! Ga met rust, Demon Eye. Pipidipi. Haha. Ben ik hierin geweest? Sneeuw Eskimo! Ja, hier ben ik dus wel in geweest, maar... Ja, dan kom ik straks bij het einde van de wereld. En dan moet ik die grot in. En dan ga ik dood. Daar heb ik geen zin in. Dat gaan we niet doen. We gaan niet dood. Ogen. En ik heb al helemaal geen zin in die Eye of Cthulhu. Kan ik hier doorheen? Ik denk het niet. Ik denk dat ik even plankjes moet maken. Oké. Verkeerde plankjes. Sure. Maar daar is weer een andere biome. Raar. Zo, fantastisch. Wat een leuk boompie. Die ga ik kapot maken. Wat hebben we hier? Nog een ster. Rettekatet. Alle sterren zijn voor Bassie. Zolang je nog geen 200 HP hebt, hoef je geen zorgen te maken voor die ei. Oh, die krijg je bij... Oh, maar... Oh, nee, dit is... Dit is die vreselijke biome. Dit is echt een vreselijke biome. Oh, maar die krijg je dus pas bij 200 HP. Ik heb pas 1 hart gevonden, dus ik heb nog geen 200 HP. Romeo the Traveling Merchant. Waarom kom je nu ik niet thuis ben? Oeh, dikke speer. Oh nee, dat is geen goede speer. Excuse you? Wat hoor ik?
Ach ja, nee, dat zijn die gekke wezens. Geen zin in. Spawn conditions voor die ei. Oh ja, 3 NPC's. Oh ja. 10 hartjes bovenin. Nou, ik heb er nog 1-10. Wat is er? Ze zijn veel te sterk nog voor mij. Ik ben hier niet voor gemaakt nog voor deze biome. Maar ik heb wel weer meer sterren. Oh ja, maar mijn... Ja. Dat is een goed teken. Nou ja, en ik spawn natuurlijk nog steeds gewoon buiten mijn huis. Want mijn huis staat niet op de spawnplek. Maar hè. Ik ga eens even kijken wat mijn grote vriend de merchant allemaal heeft in zijn stokkie. Hallo, Romeo. Voor jou zebra skin. Een fake unicorn horn. Dat is zo droog. Po. Pink dress. Nou, yippie. Ah, joh. Wat een slechte kleding heeft hij. Dat was niet de bedoeling. Ik snap ook niet waarom ik niet gewoon die normale chest ook niet meeneem. Als ik die heb geloot. Ik neem alleen maar die gouden mee, for some reason. Maar, hè. Beter dan niets. Sterren. Oh, mijn oor. Ik moet ook mijn items gaan ordenen, want het gaat er helemaal nergens over. Goes helemaal over nothing. Kan ik gewoon chest gaan maken. 5. Maak gewoon 5 chest. En die plaats ik... Hier. Ik ga hier gewoon een speciale... kamer maken. Waar gewoon mijn spul komt te liggen. Als geen goed idee is, dan weet ik het ook niet meer. Zo. Mijn hout is ook bijna op. Haha! Sorry meneer, ik zal je binnen laten. Dan kan het, Romeo. Heb ik nou nog muurtjes of heb ik hier nou ook... Die heb ik natuurlijk ook weer in die kist gepropt. Denk ik. Ja. Muur. Maar ik moet sowieso meer muur maken, maar mijn hout is bijna op. Maar. Ik kan er vast nog wel wat meer maken. Oh ja, ik moet een deur hebben. Maar ik maak het niet. Ik ga weer nergens over dit. Kom op. Dicht. Hé. Romeo, aan de kant met je hoofd. Romeo. Niet symmetrisch. Dat is wel symmetrisch. We bouwen een deur. Want wat is een kamer zonder deur? Sloop ik weer. Veel te veel muur natuurlijk. Ik heb ook niks schelen allemaal. Kom maar. Hoppa. En dan plaatsen we gewoon 1, 2, 3, 4, 5 kisten. En dan gaan we even ordenen. Want hier komen de ores. Ores, ores, ores. Gewoon de eerste kist is oor. Oor, oor, oor. Ior. Maar dan moet ik die ook hier vandaan toveren. Waarom is het daar in die kamer zo donker? Ach,
Ze vermaken zich wel. Tin oor. Moet gel ook bij de oors in? Niet per se, denk ik, hè. Als je magic focused wil gaan, kan ik wel wat voor je uitzoeken. Oh, nee hoor, dat hoeft niet. Ik vermaak me wel. Maar dankjewel voor het aanbod. Hier heb ik geen oors. Wel ster. Ster doe ik daar wel gewoon in. Sterren! Ja, sterren kunnen daar wel in. Goud. Tin. Nog meer. Tin. Oh, leuk. Ik heb mijn zombie banner. Kom maar door. Die gaat hier. Leuk. Voor wanneer je het even niet meer weet hoe verder. Ja, nee, precies. Maar voor nu vermaak ik me nog. Ik doe gewoon alle resources ook in één kist. Al het klei, al het zand, al de reuten met teut. En steen. En dan nog een potion kist. Is ook wel handig als topaz. Sure. Dan heb ik het in ieder geval even... Mag ik naar beneden? Even wat beter in mijn brein. Ik weet alleen niet wat dat allemaal is, maar... Sneeuw. Oké. Nou, alle potions. Alle potions verzamelen. Oh, ik heb die hier nog. Amamet. Heb ik verder hier nog potions? Nee. Niet mijn spuljat, hè? Seth? Ik heb jou wel door. Potions. Oh, dat is dynamiet. Zou ik niet drinken. Oh nee, die wil ik eigenlijk altijd wel bij me houden. Die health potions. En de recall potions ook. Is toch handig. Oké. Ik kan dat natuurlijk ook gewoon zo sorten. Dat is ook altijd een optie. Kan ik hier ook gewoon doen. Sort. En hier ook. Sort. Nee. Nee. Dat vind ik niet satisfying genoeg. Maar had ik hem net ook anders om. Nee, niet. Toch niet. Ja, die heb ik ook nog. Amanitimanimatist. Nou, die grafsteen, die hoef ik niet. Vines hoef ik ook niet. Wat hebben we nog meer allemaal? Had de merchant nog wat leuks? Nee, die heeft van die pretty pink dresses en dingen. Dat is echt drie keer niks. Ja, dit is gewoon wat bullshit. Ik heb een stepstoel. En seeds en zo, daar heb ik niet zoveel. Auw, ik krijg ineens een steek in mijn hand. Daar heb ik niet zoveel zin in. Dus dat laat ik wel gewoon voor wat het is. Dan kan ik ook nog signs maken. En als ik dan hier een sign plaats. Daar mag je natuurlijk niet, want er hangt een torch. Verdikken. Dan doe ik het even anders. Dan doe ik hem gewoon daar. En daar. Niet in het midden, man. Ah, hè. Maakt het allemaal niet uit. Dit, wat zat hier ook alweer in? Oors. Oreo's. Hier staat resources. Dat schrijf ik niet goed volgens mij. Ik kijk er heel raar naar namelijk.
Hier hebben we potions. En de rest had ik nog niet. Nee. Hoe schrijf ik resources, jongens? Ik weet niet meer hoe ik resource... Resources. Zus. SNC opgedraaid. Oh ja. Wist ik ook wel. Zo. Nou, dat is prettig. Love it. Maar ik kom dus echt super weinig van die hardcontainers tegen. En dat is wel even een dingetje. Want dan heb ik bijna geen health. Niet dat ik al sterk genoeg ben voor Cthulhu, maar... Cthulhu! Ik ben nog niet echt heel veel onder de grond geweest. Ik had wel een mineshaft gevonden, maar die was dus moker klein. Daar haak ik ook niet zo heel veel aan. Maar waar is mijn pickaxe? Waarom is hij daar helemaal? Hele pickaxe weg. Hoppa. Ja, moet ik anders gewoon... Hallo vogel. Moet ik anders gewoon ergens naar beneden gaan hakken of zo? En dan... Zie ik wel of ik ergens kom. Ik wil gewoon graag even in een cave systeem komen. Maar alle caves die van de grond beschikbaar zijn, die zijn heel klein. Hey joh, hey joh. Even kalm aan nu. Pas erop. Gekkies. Ik word zo aangevallen, joh. Valt gewoon in mijn sluis. Oké, doei Romeo, de traveling merchant. Was gezellig. Moeten we vaker doen. Even op de koffie. Onder de jungle is een hele goede plek om te zoeken voor life crystals, maar best gevaarlijk. Ja, nou, ik was dus zo net bij de jungle. Maar die wezens, die zijn allemaal veel te goed voor mij. En toen kreeg ik een blue screen in de jungle. Dus ik ben niet meer teruggegaan. Ik ben te bang voor de jungle. Hij geeft mijn computers blue screens. Maar ja, ik heb geen idee waar ik nu naartoe ga, maar... Howdy, DJ Stone. Hoe maakt u het? Wat leuk dat jullie allemaal kijken. Wordt heel erg gewaardeerd. Ik ben hier om in te vallen voor Sander. Want Sander is helaas nog steeds heel erg ziek. Prima, hoe is het met jou? Nou, ook een beetje ziek. Voel me ook niet fit. Maar lang zo erg niet als Sander zich voelt, gelukkig. Of nou ja, ja, gelukkig. Klinkt een beetje raar om te zeggen. Maar... Ja, ik ben de nieuwe Spooky Session Elf voor de dagen. Ja hoor, ik ben samen met Sander. Beter dat Sander kan uitzieken. Ja, ja, dat zeker. Dat moet ook wel hoor. Al is het wel lastig, want omdat hij dus zo ziek is, kan hij weinig slapen. Omdat hij steeds moet hoesten. Maar ja, je moet juist slapen om een beetje goed te kunnen helen. Dus het is een beetje dubbelop allemaal. Waarom is hier... Oh nee, geen gnoom. Geen kabouter. Ik haat kabouters. Slaappillen.
Ah nee, dat is ook wel weer een beetje overkill. Nee, het is gewoon... hij moet constant hoesten. En ik denk niet dat het heel handig is om jezelf in slaap te forceren als je constant moet hoesten. Want dat hoesten, dat blijft. Ongeacht of je nou slaapt of niet. Dus ja, ik ben hier om in te vallen voor hem. Want moet toch gewerkt worden. Martje, dankjewel voor de gift sub aan DJ Stone. Dankjewel, dankjewel. Wordt gewaardeerd. Love. Zo. Dikke beam. Oh, maar daaronder. Hieronder is wat we gaan de... Oh ja, maar dan kom ik gewoon weer in die tunnel waar ik al... Oh. Val ik hier ver naar beneden? Kan ik het wel aan? Oh nee, dat kan ik wel handelen. Hoppa. Daar is weer M&M. Creëer maar gewoon een trap, joh. Creëer maar gewoon even een trappetje. Zo. Yeah, yeah, yeah! Wat gezellig zo met z'n allen, jongens. Wat lief dat jullie ook gewoon ook naar mij willen kijken. Ik weet dat ik lang zo leuk niet ben als dat Sander is, maar het wordt zeker gewaardeerd. Auw! Zit die dart ding mij nou weer te poisonen? Verdikke me. Altijd word ik weer geschoten door van die darts, hè? Altijd weer. Die is echt leuk. Love die emote. Jij bent ook een deel van de spooky fam, Robin. Ja, I know, maar het zou toch kunnen dat je dat... Ik denk dat er echt wel ook van die mensen zijn, misschien niet op dit kanaal hoor, maar op een ander kanaal, die dan alleen maar willen kijken als Sander er is bijvoorbeeld. Nou ja, en ik ben geen Sander. Ik bedoel, ja, ik kan het wenden of weet ik niet hoe je dat zegt, buigen en... Hoe het ook went of keert, ik ben geen Sander. Ik ben wel onderdeel van Sander. Tex Mechanica, dankjewel voor de resub op het kanaal. Love, love, love. Ik hoop dat alles goed gaat. En wat leuk dat je er bent. Op dit avontuur. In Spooky Land. Je bent wel een hele goede invaller. Vind je? Dankjewel. Je hoort bij het vaste meubilair. Ja, nou ja, dat wel inmiddels. Dat klopt. Bijna tjoek tjoek. Holy moly, bijna tjoek tjoek. Robin hoort bij het behang. Ik ben het behang. Ik kan mij gewoon aan de muur plakken. Wat lief van jullie allemaal. Dank jullie wel voor de support. Achter het behang? Ook. Onder het behang. Het is maar net hoe je het bekijkt. Wow, ster op het dak. Nou, dan heb ik alweer 5 zeker. Ja man. Hoppa. Bam. Ik vind die emote echt heel leuk. Hé, een uil. Een hoeder. Kan ik daar ook wat mee? Of kan ik... Hallo, meneer de uil. Oh. Nee. Die uil die kwam gewoon even koekeloeren. En ik heb hem gekild. Want zo ben ik. Want...
Oh, ik ga allemaal sterren vinden en I'm all here for it. Geef me alle sterren van het universum. Zodat ik ze allemaal aan Sander kan geven, want Sander verdient alle sterren uit het universum. Daar komt een ik dacht, daar ligt een ster, maar het was een zombie met een torch. Oh, maar nou, mijn hele chat is nu verward. Zo, nu niet meer. Oh, er ligt wel een ster. Hey, gekko's. Laat maar met rust. Ah! Veel enemies hier. Blijf uit mijn buurt. Ik heb een mitrailleurbal. Grootmoes remedy voor zieke kippies. THC stokkie. Klaar nu. Stom oog. Ik wil gewoon naar de jungle, oké? Ik heb gewoon weer 5 sterren, joh. 5 sterren review. Let's go. Ik heb alle mana van de wereld straks. Maar niks om het mee te gebruiken. Yo. How are we doing? Goedenavond, Jero. Hoe maakt u het? Wie geest. Wat een gezelligheid, jongens. Wat leuk dat jullie er zijn. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wat leuk dat jullie gewoon kijken naar mij die Terraria speelt. Crazy druk. Nou, dan moet je weekend nemen. Vrije dagen opnemen. Aha. Oeh. Alles hakken. Nu is hij weer in de brand. Stop. Oeh. Geef mij die ster. Bedankt. Ik vind het wel gedurfd van mezelf dat ik gewoon in de nacht op avontuur ga naar de jungle. Die mij bluescreens. Hey, waarom komt nou net de zon op? Verdikke me. Oh ja, volgens de record ben ik hier nu natuurlijk nog niet geweest. Martje, dankjewel voor de gift sub aan Jero. Dankjewel. Wordt heel erg gewaardeerd. Alle beetjes helpen. Helemaal nu mijn lieverd ziek is. Hij heeft natuurlijk een paar dagen niet kunnen livestreamen. Misschien moet je elke woensdag invallen. Nou, hoezo? Hoezo? Ik heb ook gewoon mijn normale werk. Woensdag gehaktdag. Och, die gnoom. Oh, ik word zo panisch van die gnooms. Nou ja, hè? Hier was ik zo net dus bijna ingetrapt, hè? Dat ik hier dan naar beneden zou vallen. Maar dat heb ik niet gedaan. En nee, als Sander beter is, gaat hij gewoon weer in zijn normale routine livestreamen. Ik ben hier alleen om hem te ondersteunen wanneer het hem zelf niet lukt. En het is überhaupt een wonder dat ik live kan zijn met mijn computer. Gallius de Traveling Merchant.
Dus ja. Sander is ook hartstikke leuk, jongens. Kom op. He's the best. Even koek loeren. Ja, hoe dieper ik ga. Very fucking useful. Bim! Nou, zul je zien dat ik straks weer een blue screen krijg. Ik zeg alvast, jongens, mocht ik een blue screen krijgen, dan is dat het einde van de stream. Dan ga ik niet meer super haasten natuurlijk. Maar voor nu, ja, alle gegevens die ik zie in OBS en zo ook. Maar het was een driverprobleem trouwens, dus kan ik natuurlijk niet zien in OBS. Maar we hopen gewoon op het feit dat ik wellicht binnenkort een nieuwe computer kan bouwen. Daar hopen we op. Op genoeg... Oh, geen Webson. Webson! Hoeveel dropped frames? 14,4%. Heel veel dropped frames. Hier ben ik toch al geweest? Oh. Dat is nog knap voor Starlink internet. Ja, ja, dat zeker. Ik moet zeggen dat nu al wel mijn kilobytes per seconde, die stond even in het rood. Maar verder is het nog redelijk stabiel. Voor satelliet internet. Dus daar ben ik wel blij mee. Dat hebben wij goed gedaan. Goed uitgezocht. Beam! Ja, niet stabiel voor fulltime streamen. Loopt soms vast, maar wel kijkbaar. Ja, precies. Gelukkig heb jij beter internet. En kan jij wel lekker live streamen. Je hebt een mooie kamer, though. Thanks! Ah, bom! Dit is mijn jungle kamer. Hier is mijn kas eigenlijk. Voor 2 euro meer van 200 naar 1000 gegaan. Damn. Oh, ik zit al bijna vol qua loot ook. Zo. Excusez-moi, ik kreeg ineens even een kriebel in mijn keel. En het nadeel van die kriebel in de keel... De Die Trader. Hallo Die Trader, kan me... Oh ja, dat kunnen jullie trouwens niet zien. Daar zit de webcam voor. Ik wou dat ik nou een heel leuk knopje had op de... Op het ding. Dat ik de camera naar boven kon doen, zodat jullie dat wel daadwerkelijk konden zien wat eronder stond. Maar dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Dus helaas... Maar daarom noem ik gewoon maar op welke mensen er altijd... Auw! Jim is er weer. Earthworm Jim. Kom maar. Hij komt van rechts. Ik hoor het. Kom maar. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Ik hoor je. Creep. Oh, ik zag hem. Ah, daar komt hij. Ah. Ja, nou is het foute boel, hè? Och. Och. Laat me met rust. Jim de Earthworm. Jim. Waarom
Jim zo irritant? Kom dan. Hé? Gekko? Was nu update met 6 per maand korting. 2 euro duurder dan het pakket nu. Oh, dat is niet verkeerd. Ik heb Starlink. Elon Musk internet. En ik moet zeggen dat ik daar best tevreden over ben. Ik kan er toch eigenlijk veel meer mee dan dat ik überhaupt had verwacht. Want je leest natuurlijk reviews op het internet erover. En die zeggen dan weer van, ja, nou, online gamen en zo. Dat is wel een dingetje, hoor. Dat wordt moeilijk met die hoge ping en whatever, whatever. Maar ik moet zeggen dat het voor mijn gebruik nog behoorlijk meevalt. Ik kan gewoon lekker surfen op het internet. Nou ja, verhip, ik kan zelfs een basic livestream doen. Maar ik kan een livestream doen. 100% beter dan je enige andere optie, mobiel internet voor thuis via de telefoonmast. 100.000% beter. Echt, als ik daarmee had moeten leven, dan nee. Nee. De Magic Mirror. Magic Mirror is wel handig. Die brengt mij thuis. Maar ja, die potions die brengen mij ook thuis. Dus. Internet per postduif. Nou, zo voelt dat dan soms wel, hoor. Oh, leuk. Ik weet niet... Ha! Elke keer! Elke keer! Elke keer. Altijd die verrekte borbels. Boulders. Waarom kan je geen normale provider hebben als ik vraag? Omdat ik niet in een huis woon. Ik gooi allemaal glowsticks. Ik woon in een staakerven. Dit is mijn staakerven. Op het erf bij kennissen van mij. Laat ik het zo zeggen. En dat is op een boerderij. En die boerderij die is in the middle of nowhere. En daar lopen letterlijk alleen telefoonkabels naartoe, waardoor het internet wordt ontvangen. Dus, ik heb ook een tijdje daar in dat huis gewoond en daar hadden we echt... precies wat Sander zegt inderdaad. En dat wordt ook nog verdeeld over alle mensen die er gebruik van maken. Dus ik kon niet eens Netflixen. Ik kon niet eens videobellen met Sander. Dat was... vreselijk. En nu, ja, oké, het is een beetje prijzig. Al moet ik zeggen, het is weer verdaald. Het is weer afgezakt, de prijs van het internet die ik gebruik. Dus, het is perfect. Dus op deze manier. Of nou ja, perfect. Hè, natuurlijk ook weer niet. Maar, it's doable. En dat is belangrijk. Kijk, als ik er nou 2 meeneem, zo. Sterren, die zaten weer bij de oor. Oor. Maar die heb ik natuurlijk al meegenomen. Nee, dan kijken ze naar iedereen in de buurt wat de animo is. En die is er niet. Dus doe je het er maar mee. Je betaalt wel voor meer snelheid, de minimum. Maar je krijgt maar 5%. Ja, precies. Ze hebben ooit een onderzoek gedaan hier van deze straat dus. Nou, er liggen misschien 3, 4, 5... Nou ja, reken ongeveer 10 boerderijen à kleine huisjes aan deze weg. En ja, de mensen die wilden geen glasvezel en zo. Dus hebben ze besloten om het niet te doen. Maar hebben ze wel glasvezel gelegd. Gewoon bijna overal hier omheen. Om deze straat heen. Dus ja. Dat is een beetje jammer. Constant pinkt hij met Elon's satellietjes. Ja, precies. Daarom inderdaad de buffers af en toe. Quickstack. Daar kom ik er wel weer mee door. Fiber to the home.
Ja, het is gewoon... dit internet dat ik nu heb, is het beste wat ik kan doen. En... ja, dat is niet verkeerd. Het is zelfs beter dan welk internet ik ook heb gehad. Ook al was het bijvoorbeeld van een Ziggo of een KPN. Ja, ik vind het ook... God, zit er weer zo'n stomme gier achter me. Ja, dit is heel knap van Starlink wat hij doet. Je hebt ook nog andere abonnementen, zeg maar, binnen Starlink. Dat je gewoon je satelliet of je schotel mee kan nemen voor onderweg internet. Of je gebruikt hem alleen voor thuis. En hij komt nu volgens mij zelfs binnenkort met een mobiel. Dat je als een soort mobiele provider kan connecten aan de satellieten. Voor overal internet. Bij ons zouden we nu al vanuit T-Mobile 2 jaar vanuit T-Mobile glasvezel komen. Ligt er nog steeds niet helemaal. Dus gaan we vanaf april naar KPN voor 200 volgens mij. Met garantie op binnenkort glasvezel. Oh ja. Schotelen in je rugzak en dan overal dikke wifi. Ja, nou ja, als je ook stroom hebt. Dan, ja. Dan kun je gewoon zo op je hoofd plakken en dan heb je gewoon overal internet. Dat is toch fantastisch? Gallius is weg. Nou, doei Gallius. Yo, dat is wel echt next level. Ja, Elon die heeft toen... voor een paar jaar geleden, 2, 3 jaar geleden... weet ik al niet eens meer wanneer dat was... heeft hij superveel Starlink weggegeven aan Oekraïne. Zodat de soldaten internet hadden. En de mensen waar überhaupt geen internet en alles meer was... heeft hij allemaal uitgeleverd. En mariniers en zo gebruiken het tegenwoordig ook. Die hebben gewoon een schotel. Zie ik nou dat het een bloedmaan wordt? Wordt het een bloedmaan? Is het een bloedmaan? Ach, maakt ook niet uit. Maar ja, op zee gebruiken ze het ook. Ze gebruiken het eigenlijk op heel veel locaties. Delta Fiber. Geen idee. In Afrika ook een groot succes. Ja, ook nog inderdaad. Gewoon landen waar internetsnelheden en zo niet zo vanzelfsprekend zijn. Hoor je bijna overal wel over Starlink. Ik ben er bijna. Daar ben ik dood gegaan, hè? Daar ligt mijn geld. Waarom is hier mijn grafsteen als ik daar dood ben gegaan? Oh, dat kunnen jullie net niet zien. Daar. Oh, kriebel. Die heb ik wel geloot. Nou, neem ik ook wel even mee dan. Maar er schoot ook iets op mij. Oh ja, er zit weer zo'n dart ding daar. Als we die nou gewoon meteen slopen ook. Pot! Nice. Die oorlog in Oekraïne is ook wel echt insane. Ja, ja. Oorlog is nooit fijn, hè. Hier wilde ik graag naartoe. Hoppatee. Niet verkeerd. Ziet er leuk uit hier. Maar ja, er zullen wel weer 5 miljoen booby traps zitten. Dan ga ik alsnog dood. Hello? Is there anybody in there? Oh, het was een marble door die ik niet eens kon openen. Ga ik dood hier? Och. Cloud in a bottle. Ja, maar die heb ik al. Zilver. Nou. Saai. Nou ja, dat loopt dood, die kant. Dus laat ik dan ook maar gewoon deze kant op gaan. Tegenwoordig overdreven 2 kabels door arrogantie van KPN. Alleen recht in de fiber.
Waardoor het vaak tweede lijn ernaast komt. Wat veel slijmboos hier, joh. Laat me met rust. Ik moet echt beter gaan opletten waar ik loop. Anders dan... Het is ook elke keer dat ik zeg van... Oh, dat is leuk. Laten we daar naartoe gaan. Dan blaas ik mezelf weer op. Of als ik zeg van... Ik moet nu echt beter uitkijken waar ik loop. Dan... Vleermuis! Dan ga ik vaak ook dood. Maar ja, ik kan zo moeilijk daarboven kijken. Het is zo donker hier. Hallo, kwal. Auw. Kwal op land. Wat staat hier dan? Heb ik nog bommen? Nee, mijn bommen zijn op, hè. Ik heb nog wel dit. Oh. Nice. Ik heb nog wel... Bommen! Ik heb nog wel bommen. Daar is een of andere slangenstandbeeld. Waar ik niet zo fan van ben. Er zitten hier nog wel gangen onder mij. Dus laat ik gewoon lekker de gangen ingaan. Het was al die tijd dat ik glasvezel deed als een monteur. Ik weet niet waar ik ben. Is dit wijsheid? Om hier... Ja, want hier liep het dood, hè? Maar hier zie ik nog wel een stukje. Hier zit nog wel iets. Wie weet. Ik ga nog even een klein stukje hier aan de zijkant... Hey, verdikke. Ga even uit de map. Zo. Even nog een klein stukje koekeloeren. En dan kijk ik even in de magische spiegel. Die mij weer naar huis toe brengt. Veilig. Och, vervelende wezens hier. Waag het niet! Ik hoor zombies. Dat betekent dat hier meer gangen zitten. Where the zombies at? Auw. Het geluid komt van links, volgens mij. Of niet? Die slijm zijn wel echt stelletje slijmballen. Nou, echt hoor. Daar is alleen water. Maar er zijn wel 12 enemies. Enemies. Er zijn 12 enemies neernaai. Ah joh, dan ga ik gewoon deze kant op hakken. Oh ja, ik zie daar een hele grote groene cave. En dat betekent dat er allemaal van die man-eaters zijn. En ik haat man-eaters. Slimes, flubber. Love flubber. Waarom geeft het allemaal licht daar? Dat is wel een beetje concerning. Oh, dat kunnen jullie nog niet zien. Daar zit mijn cam voor. Ik zal het jullie zo laten zien. Ik ga hier eerst weer een grot in. Hallo! I'm Lindsay Lohan. Ha! Losers. Hier nog één. Even kijken. En wat hebben we hier verder? Niet per se iets. Waarom geeft dat zo licht? Is dat giftig of zo? Ga ik daar dood aan? Ziet er wel heel fancy uit. Dus ik wil daar eigenlijk wel naartoe. Sowieso dat ik weer dood ga hier in deze area. Waar dan?
Ben je dan? Hier komt nog één aan. Batman. I'm Batman. Mijn Engels is te groeiste van de country. Ja. Same. Hallo. Sterke zombies. Ja, ik vind het even spannend. Ik ga nog even deze mooie groene area ontdekken. En dan ga ik op huis aan en dan vind ik het wel weer mooi geweest voor de dag. Oké, het is in ieder geval niet giftig. Dat is een goed teken. Hier staat wel een of ander creepy standbeeld. Oh, ik schrok van mijn eigen geluid. Very snel. Oh ja. You speak English very well, very snel. Wat doet dat standbeeld dan? Mag ik haar meenemen? Ja, woman statue. Nou, wat gezellig. Dan ben ik niet zo alleen in mijn huis. Auw! Waarom zijn hier onzichtbare... zien jullie wat ik zie? Hier? Het is moeilijk te zien, maar er is een boulder. Een boulder. Maar daar trap ik niet in. Waarom valt er een vis naar beneden? Waar komt die vis nou vandaan? Oh, dat is geen vis. Dat is een boulder. Een boulder is zo'n grote stenen bal. Waardoor ik de hele tijd dood ga. Die mij letterlijk elke keer weer te pakken heeft. Dat is een boulder. Een... Wat is het Nederlandse woord? Gewoon een... Een boulder, ja. Ik weet niet wat het Nederlandse woord is. Er is een boulder. Rare geluiden allemaal. Maar ja, waar een boulder is, is een weg. Een kaler? Balder. Een boulder is waar je je schip aan legt. Nee, een boulder is ook een steen. Een kei? Ja, een hele grote kei. Maar ja, hoe kom ik daar onderdoor zonder dood te gaan? Rennen? Oeh. Hij heeft me niet gepakt. Rolling Stones. Ja. Het is avond. Is het avond? Hoe laat leven we eigenlijk? 11:30. Het is bijna nacht, joh. Het is bijna donderdag. Ik ga die boulder slopen, want anders dan weet ik het alweer. Dan loop ik op mijn terugweg of zo, loop ik daar langs. Oh, kijk, daar is TNT. Een ontsteker voor TNT. Anders dan loop ik daar terug en dan... Oh nee, maar ik heb geleerd dat hij ook deze kant nu ineens op kan komen rollen. Dus ik ga hem zo slopen. Ha! Big brain. Als dat geen big brain van mij is, dan weet ik niet wat. Almost waait donderdag. Ja, verrimpel. Ook nog. Ja, slim van mij, hè? Ongekend slim. Maar ja, kijk, hier is dus een ontsteker voor TNT. Maar ja, als ik daarop ga staan... Ik weet niet waar de TNT zit die die gaat ontsteken. Straks blaas ik mezelf op. Of is dat hier? Is dit de TNT? Dat blokje hier. Meeneem. Deze boom meeneem. Waarom? Waarom moet ik die boom meenemen? Ik denk dat de TNT is die geëxplodeerd wordt. Dus zal ik er gewoon op gaan staan? Ik ga het gewoon doen. Ah!
Dat was grote beam. En weer een boulder. Weer een. Ze willen gewoon dat ik opgeblazen word. Of overrold. Witte donderdag naar Goede Vrijdag naar Pasen. Klopt. Gezellig, Pasen. Holder de bolder. Hebben we niet op zolder. Ik vind die wel goud. Daar ben ik wel blij mee. Ah, daar kwam helaas geen gem uit. Maar uit die tree zou een gem of twee kunnen komen. Volgens mij was het een diamond tree. Heb ik nou diamond dan? Nee. Helaas. Gaat iemand nog wat bijzonders doen voor Pasen? Nee. Zit ik al onder die... Oh nee. Boulder. Ik weet dat jullie kunnen dat woord bijna niet meer horen. Want ik zeg het nou inmiddels zo vaak. Maar kan ik daar onderdoor rennen? Dat wilde ik vragen de vorige keer. Huh! Huh! Ik weet niet wat het triggert. Nou, oké. Dit stuk heb ik gehad. Ik kan nog wel een bommetje gooien of zo. Maar ja. Bommetje. Doe niks aan Pasen. Nee, Pasen is ook helemaal niet bijzonder. Pasen is gewoon... Ja. Dan moet je broodjes gaan eten met de familie of zo. Ah joh! Waarom gooit die meneer speren op mij? Dat is niet zo raar. Hier. Eet mij een bom. Wim. Hier, eet nog een bom. Wim. Hier, eet nog een bom. En nog één dan. Nog één. Oké, nog één dan. Om het af te leren. Nog één. Wat is dat rode ding, joh? En kan ik het slopen? Wat ben jij? Oh! Kom hier, fairy! Kom hier! Nee! Don't go! Breng me naar de loot! Ik wil je vangen. Oh, daaronder is nog een boom. Daar kunnen we wel naartoe. Ja, breng me maar naar de loot. Fairy lady. Ben er bijna. Ben er bijna. En nu? Maar ik moet ook oppassen waar ik loop. Straks... Oh, water! Deze boom moet ik meenemen, is mij geleerd. Maar ik denk dat ik daar nog niks uit krijg, omdat mijn loot niet goed genoeg is. Of mijn, hoe heet dat? Niet mijn loot. Mijn resources zijn niet goed genoeg. Oh, daar is een hart! Hé, mevrouw! Dankjewel, de vee. De vee brengt mij naar het hart toe. Kom maar, breng me er maar naartoe. Dat ik ineens een boulder op mijn hoofd krijg. Yay! Maar... Het hart is onder water. Zie ik nu. Dus als ik nou hieronder blijf hakken... Dat er gewoon één laagje is. Kan ik hem dan niet... al stuk maken?
Of moet ik gewoon het water eruit laten lopen? Ik hoopte dit te kunnen doen. En dat kan ik! Ik kan het! Waar is hij? Hier. Bam! Doen we gewoon. Ik heb het hart gevonden. Het hart van Atlantis. Hier heb je wel allemaal vleermuizen. Laat me met rust. Dan gaan we nu hier doorheen en het goud pakken. Vind je het niet leuk om zelf te gaan streamen als je een betere PC hebt en zo natuurlijk? Je doet het wel goed. Ik heb ooit een stream gedaan. Toen was ik er echt heilig van overtuigd. Oké, ik wil gaan livestreamen. Maar, ja, nee, weet ik niet. Ik denk dat ik het leuker vind om mee te doen in plaats van het zelf allemaal te moeten doen. Al zou ik het bijvoorbeeld wel weer leuk vinden om spullen, mijn eigen spul dan te gaan designen en zo, zeg maar. Dat lijkt me dan wel weer leuk. Want ik ben heel veel aan het leren van Sander. Sander die helpt mij. Damn, wat een krabben, joh. Waar komen die krabben allemaal vandaan? Stuk. Hier, krabben. Crab party. Stuk. Auw. Maar ja, Sander die leert mij heel veel dingen qua OBS, qua stream klaarzetten en zo. En hij heeft nu ook deze stream, zeg maar, heeft hij allemaal klaargezet natuurlijk voor mij. En die heb ik niet nodig. Die heb ik ook niet nodig. Heb ik ook niet nodig. En ja. Oh, die krabben komen uit die statue, joh. Hey. Nou, dan neem ik die statue mee en dan gaan we krabben maken bij mijn huis. Die neem ik lekker mee. Voor een krabbenfeest. Crab party. Raar. Oh, die shackles, daar heb ik ook geen zin in, hoor. Wat hoor ik? Au. Oh, zo'n skelettenmannetje. Wat kon je daar ook alweer mee doen? Moest je die killen? Of kon je die... Oh, ik weet niet meer wat je daarmee kon, joh. Ik kan wel proberen hem gewoon te killen. Die is wel sterk, die man. Hé, meneer. Mag niet. Mag jou niet. Oh, shop. Oh, een umbrella. Leuk. Bone arrows. Umbrella is wel leuk. 1 goud. Ah ja, doe maar. Geef mij maar een umbrella. Waar is mijn umbrella nou naartoe? Heb ik hem weer geriefend? Waarom heb ik hem geriefend? Dat is een NPC. Ja, ik was het even vergeten. Ik wil een umbrella. Dat is wel leuk. Maar die moet ik wel echt in mijn hand hebben natuurlijk, hè? Om te willen vliegen ermee. Maar dat kan wel. Wat is dit? Waarom heb ik het in mijn inventory? Een red husk. Used to make red dye. Dye zelf. Er is toch weer een boulder op mijn bakkers natuurlijk. Wee! Hier, mirror, dynamite. Loot al. Featherfall, potion. Nou, die explosions, die hoef ik niet. Cloud in a bottle, die heb ik al. Mirror heb ik ook al. Dus laat dat maar zitten. Nou, oh, die kist die kan natuurlijk weer niet mee. Wat is dit voor standbeeld? Leuk. Een butterfly statue. Waar ben ik ook eigenlijk in vredesnaam? Heb ik die... ik weet niet meer wat ik wilde vragen.
Of ik die andere boom kapot heb gemaakt, dat wilde ik vragen. Maar ik denk niet dat ik heel veel... Ja. Rar. Als ik nou even een tafel maak hier. Een workbench. En ik... Oh nee, dan moet ik natuurlijk ook zo'n furnace voor hebben. Nee, ik heb gouden dingen. Gouden dingen. Kan ik nou niet gewoon even een... gouden axe maken of zo? Daar heb ik... heb ik een anvil voor nodig natuurlijk. Een anvil kan ik nu niet maken. Maar ik heb wel... Heb ik iron? Ik heb iron. Als ik nou gewoon een furnace ook plaats hier. Dan kan ik iron bars maken. En van iron bars kan ik een anvil maken. En met een anvil. Nou, die plaats ik gewoon hier of zo. Daar. Is goed. Net Mary Poppins. Echt zo. De streaming met Marbles on Sunday. Alleen no mic and no cam. Zou niet eens weten of mijn PC streaming kan trekken. Nou, to be honest, als mijn computer streaming kan trekken, dan kan jouw computer ook streaming trekken. Dat kan niet anders. Waar gaan mijn haren in een stukje op helemaal toe? Ik verlies mijn hele haren in een stukje in de proces. Even kijken, een axe heb ik nodig daarvoor. Ik maak gewoon een gouden axe. Hoppa. Ik heb echt, echt wel een shitty PC. Ik heb nu de oude videokaart van Sander erin. Dat is wel fijn. Die heeft mijn ervaring met mijn computer toch nog verbeterd. Maar voor de rest is echt mijn computer dus echt 5 miljoen keer niks. Wat een bomen hier, ja. Ligt ook aan wat voor games je gaat streamen. Ja, nou ja, hoe beter je PC en hoe beter je internet, hoe beter je kan streamen. En hoe beter je dan natuurlijk naast het streamen je games kan spelen. Als je gewoon goede CPU hebt, goede uploadsnelheid, dan kan je wel lekkere streams draaien. Wee! Echt, ik heb zo vreselijk veel loot. Dan moet ik er allemaal mee. Nee, die radar, die heb ik ook niet nodig. Of had ik die wel nodig? Ja, die heb ik, ja, die hou ik wel gewoon. Die. Mushrooms. Sticky mushrooms. Marbles. Ik denk wel dat je marbles zou kunnen draaien. Ik hoor een aardworm. Auw. Aardworm. Earthworm gym. Had ik ook mijn pickaxe even moeten upgraden eigenlijk? Kan ik wel beter andere oors ook? Ach joh, deze is veel te ver weer naar boven. Laat ook maar. Hey Jim. Doei Jim. Klopt niet helemaal, maar good try. Dankjewel. Kijk, als jij gewoon niks had gezegd, dan hadden mensen me geloofd. Raaf! Hey Thomas. Goedenavond. Kan ik hier niet gewoon langs? Het is een 2070, 9th Gen i7 GPU, 16 GB RAM. Stomme vleermozen.
Er komt echt geen einde hieraan, hè? Ik zei van, ik ga nog heel even deze rare biome ontdekken. En dan ga ik op huis aan en dan is het mooi geweest. Maar er komt gewoon helemaal geen einde aan deze verrekte biome. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Zou ik dat rooien kunnen minen? Ik word geraakt door iets. Ik zag trouwens net ook ergens een boulder zitten, maar ik ben alweer vergeten waar de boulder zit. En dan nog heb ik troubles. Ah ja, ik heb de laatste tijd veel over computers geleerd, maar blijkbaar nog niet helemaal in combinatie met streamen. gaat mij dus... Ik dacht het een beetje te snappen, maar Terraria is wel addictive. Af en toe. Laat mij met rust. Even kijken. Ben ik daar boven al geweest? Ja, daar ben ik al geweest. Oh, daar is weer een hart. Ik moet dat hart hebben. Maar er zal wel weer een boulder zitten. Oh nee, 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 oh nee. Ik ga dood, ik ga dood. Had je meegekregen dat de Passion morgen een cover van In The End heeft? Bruh. Nee. Waarom? Waarom zou je dat doen? Oei, joh, moker veel sterren hier. Woehoe. Maar nee, dat gaat mij te ver, hoor. Ik ga ze aanklagen. Een harpy statue. Nee, ik had dus zo net zo'n superleuke krabben statue. Daar kwamen echt moker veel krabben uit. Dus die wil ik eigenlijk hier plaatsen. Roekoe. Hier. Krijg ik nou krabben? Krabben. Ik hoor een ster. Kom maar door. Keizer. Keizerkrabben. Ik heb gewoon echt geen plek meer. Alles is vol. Hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Iedereen. Oehoe. Keizer zikt onder het deuntje In The End als Judas met de gelovige lyric. Waarom? Waarom doen ze dat? Waarschijnlijk gaan ze het nummer verneuken. Nou ja, ze gaan het sowieso niet beter maken. Dat kan ik je wel vertellen. Oi, 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 oi. Dat vind ik wel bijzonder. Dat deden ze... Vorig jaar hadden ze ook... ik weet niet meer welk nummer dat was. Het was ook zo'n heel bekend nummer. Toen dacht ik ook van... Oh jongens, waarom? Waarom? Oi, oi, oi. Het is 11:50. Dit is voor mij het einde van de livestream. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik heb je een stukje op Discord gestuurd. Ik zal zo meteen even koekeloeren. Interessant mic-statiefje. Ja, leuk hè? Dat is gewoon een kaarsenhouder en die staat op een boek. En nog eens hij te laag. Ik moet alsnog, of ik ga uit automatisme nog steeds naar voren leunen. Maar ja, je moet altijd roeien met de riemen die je hebt. Dus dat doen we dan maar. Dit is mijn mooie mic-statief. Verder, het licht wat hier vandaan komt, dat is een lamp die heel raar gebogen staat en zo.
Mijn webcam is ook verplaatst, zie ik nu. Oh ja, ik heb natuurlijk aan mijn webcam gezeten. Die stond meer zo of zo. Wat meer de jungle op de achtergrond. Maar, oh nee, nu ga ik ineens weer naar beneden. Ik vind het goed. Maar ja. Ik vond dat amazing, Robin. You did great. Dankjewel, Jero. Ik heb mijn best weer gedaan. Ik hoop dat mijn lieverd zich heel snel beter voelt. Nog steeds. En zo niet, dan ben ik hier waarschijnlijk wel weer. Maar ja, ik moet even kijken. Ik ga morgen weer aan het werk. En ik moet vroeg mijn bed uit ook morgen. Dus ik moet even kijken hoe ik me morgenavond voel. En hoe Sander zich voelt natuurlijk. Maar ik doe het heel graag. Ik help hem heel graag. En ja, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik wel weer. Ik heb lekker relaxed. Gewoon even mijn spelletje gedaan. Ik hoop dat ik een beetje oké klink. En ja. Ik apprecieer jullie allemaal. Dank jullie wel voor de support. Voor de resubs. Ik heb niet zo'n mooie lijst als die Sander altijd heeft. Dat is een beetje jammer. Maar ja, dank jullie wel voor de resubs. Resubs, dat is eigenlijk heel raar. Voor de gift subs. Gewoon voor alle liefde. Jullie worden gewaardeerd. En inderdaad alle beterschap aan Sander. Want hij verdient het echt om zich beter te voelen. En I love you babe. Alle kusjes. Hey jongens, fijne avond. Slaap lekker als je gaat slapen. Ga je niet slapen, dan niet slaap lekker. Doe lekker je ding. Heb een fijne avond, heb een fijne nacht. Heb een mooie dag, werkdag, morgen. Succes. En als jullie bijna weekend hebben, alvast fijn weekend. Tot de volgende ronde.